Nou, welkom allemaal. Volgens mij is het, horen jullie mij duidelijk? Zie je aan? Ik heb hem wel aan. Oh. Ik weet niet of hij aanstelt. Als het goed is, zou het niet beter moeten zijn. Wel. Ja, helemaal goed. Nou, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering, deel 4, over CERN, over het bedrijf met atomen en de energie waarmee ze werken. En we gaan verder kijken naar dit filmpje. When he catches up his saints to meet him in the clouds, we're going through the door into heaven. But he will open the gate of hell on this earth. And according to Revelation chapter number 9, these beings are coming up out of the earth. If you remember when Saul went to the witch of Endor, she said, I saw spirit coming up out of the earth. Coming up. What did she see? She saw demons. Until God brought Samuel back himself personally, the real Samuel, who appeared before Saul and the witch of Endor. What would be a greater ruse than to you? Wat hij hier onder andere zegt, hij heeft het over Saul, die natuurlijk naar die heks toe ging om vervolgens antwoorden te krijgen. En zij zagen dus een geest uit de grond opkomen en... Dat was natuurlijk een demon. Maar God die bracht uiteindelijk echt Samuel, zeg maar, als visioen naar hem. En toen kon hij daarmee spreken. Maar dat wat deed God, dat was van God. Dat was echt. Maar wat ze uit de grond zagen opkomen, was niks meer dan een demon. Dus dat was niet echt. Of nou ja, niet echt. Het was wel echt, maar het was niet de juiste geest. Use their science and their technology to suck them in to accepting some spirit being coming from somewhere up here, some alien, down to this earth, and do it through a collider over here. This is as high a technology, I suppose, you got on this earth. And do it through that and bring it down upon this earth and bring it into people. Now, here's one of the things about this. This antimatter... is also called dark matter. And dark matter has energy attached to it. And the energy affects people. It affects them. And remember, when you produce antimatter, you got to contain it. Because if you don't contain it, you got to contain it. That's the biggest problem, containing it. Because if you don't contain it, it just goes wild. And they don't know what it's liable to do. Now, folks, go check me out. Go check me out. I want you to. Go check me out this afternoon and see what it says about antimatter. And it'll say, yes, you better can. Wat hij hier zegt, hij zegt dat die energie natuurlijk, die duistere energie of die duistere materie die vrijkomt, dat het belangrijkste is om dat in bedwang te houden. Dus die wetenschappers die hebben het nu in bedwang. Maar waar Stephen Hawking en Neil deGrasse Tyson voornamelijk... zorgenbaar is op het moment dat ze zeggen je kan iets openen. Dus Stephen Hawking zei dat je opent Pandora's doos, maar op het moment dat je hem geopend hebt kun je hem bijna niet meer dicht krijgen. Hetzelfde principe geldt hiervoor, van die energie die kan zoveel dingen doen, maar ze hebben het nu onder controle, zeggen ze, maar als het ontsnapt dan is het los en dan is het enorm gevaarlijk. En nou ja, hier staat ook een mooie quote van de mensen grootste fout zal het niet in controle hebben van de technologie wat ze zelf gemaakt hebben. Dat een gevaar is voor de mensheid zelf. Dat we zulke krachtige dingen en dingen die we misschien niet goed begrijpen creëren, wat uiteindelijk onze eigen vernietiging te goed gaat. Dang it. Because you don't know what it's liable to do. But they do know this. From what they've experienced so far, it has an effect on people. Dark matter has an effect on people. It causes some people to go screaming mad. It controls people. It is an enormously powerful thing. It's pulling something out of hell that you don't want any part to do with. And turning it loose on mankind. Now, you know, I don't know. Nou, wat hij hier ook zegt, hij zegt van
mensen, of het is bekend bij de wetenschappers dat deze energie mensen overneemt, dat het mensen kan controleren. Ze zijn daar bewust van dat het dat doet, want ze hebben experimenten mee gedaan, ze hebben het zelf gezien. Dus ze zijn daar bewust van. Desondanks blijven ze doorgaan en willen ze verder dit ontdekken. Nou, en zoals je hier ook ziet, dit is onder andere een filmpje over van de opening van dit bedrijf CERN. En ja, het is gewoon een satanistisch openingsritueel, zoals je hier ook ziet. Je ziet die weer zwevende, ja, ik weet niet eens wat ik moet voorstellen, maar ja, in gewaden. Dus er komen zo nog wel wat stukjes voorbij. Dit was het openingsritueel voor het bedrijf CERN. Dus eerder in het eerste deel hadden we een stukje over de grotten en de treinstel. Het was in Zwitserland, dit is ook gewoon in Zwitserland. Lijkt enigszins op elkaar, heeft wat overeenkomsten. Maar waar het op neerkomt is, het is gewoon satanistisch. En ja, hier is wat we zien. I don't have ever been in agreement with an atheist before, but I'm in agreement with this one. I and Mr. Hawking see it the same way. They better leave that stuff alone. The only crowds you have in this country today are the crowds that are pumped up by rock and rap, and it's all about love, self-love and positive attitudes and, you know, money and me, myself and I. I'm in love with me, I'm in love with myself, and I'm in love with I. And your wife says, I know you are, and that's why I'm leaving. That's the truth. You ought to write a book about 15 ways to love yourself. It'd sell like you wouldn't believe. Absolutely. That's all it is. It's a joke. Just a big joke. You know that. Just a big joke. All right. You've got the people to the point to where they can be moved emotionally, not intellectually, but emotionally. Anything stirs people today. They got crowd mentality. They got mob mentality. Can you imagine? Ja, nou ja, wat je hier ziet, je ziet hier gewoon weer hetzelfde Orens. Een man die dit draagt. Dat was net ook in het vorige filmpje in deel 1. Dat gelaten zien. Ook met horens, je ziet die mensen onder die gewaden die helemaal aan het schreeuwen zijn, die eigenlijk gewoon tot slaaf gemaakt zijn of bezeten zijn door demonen. Je ziet hier sowieso demonen in diezelfde gewaden, zeg maar, wat ook in het eerste deel terugkwam. Dus ja, dit is echt ook gewoon een voorbeeld van een satanistisch ritueel wat bij dit bedrijf hoort. Dus zeg maar, als één ding van dit bedrijf satanistisch is, kun je nog denken van, joh, hè, kan gebeuren. Maar als er nu zoveel dingen zichtbaar worden die satanistische afkomst hebben, dan kun je toch niet meer zeggen van, dit is gewoon toeval. Dit doen ze, zeg maar, hoe dit overkomt is, ze doen het erom. Ze weten donders goed waar ze mee bezig zijn. En dit is echt oprecht gevaarlijk. Something that has created earthquakes, that has made apparitions appear, that you've got scientists warning, don't do this, you don't know what you're going to unleash. Maybe there's a greater purpose in all of that, that they're not even aware of. He's called Satan. Maybe he intends to bring chaos on this earth. Chaos. And you know the old thing? How does it go? What's the term? Order out of chaos? I forget the Latin terminology for it. Order out of chaos. The peacemaker shows up. The earth is in a turmoil, it's blazing and burning, and then the peacemaker shows up. How close could we be to the second coming of our Lord Jesus Christ? How close could we be? How close? The church is asleep, but the Lord's coming back. If I were 17, 18, 19 years old this morning, I'd be worried. I've lived 68 years. I'm ready to go meet the Lord. Lord comes to get me. I'm gone. Ja, hij heeft het hier over wat er nu gebeurt en de dingen die gaan gebeuren. Het ding is dat de wetenschappers dus, van waaronder Stephen Hawking, hiervoor gewaarschuwd hebben dat we niet weten wat de wetenschappers niet weten waar ze mee bezig zijn. Of misschien wel.
Maar op het moment dat ze het openen, dat dit een ondergang kan zijn voor onze mensheid in het algemeen. En hij zegt ook van wie weet komt, wordt de duivel hier, wil die chaos hier op, hij wil sowieso die chaos op de aarde maken. Maar hij zegt ook verder in het filmpje van dat de mensen in de kerk aan het slapen zijn. Dat mensen niet bewust zijn van de dingen die nu gebeuren. Ik denk dat er misschien velen zullen zijn die nu dit filmpje zo meteen terug gaan zien. Of die dit nu aan het zien zijn en die hier niet van af wisten. Nou ja, nou kan niet iedereen overal van af weten. Maar het belangrijkste is dat we allemaal op moeten letten met de dingen die hedendaags op de wereld gebeuren. Dat we echt als christenen zijn en moeten opletten en zien en naar de ding, onze Bijbel moeten lezen. Dus zeg maar lezen wat er in Openbaringen staat en de Heilige Geest vragen, met de Heilige Geest werken, vragen voor het oog van onderscheiding onder andere. En als wij dit soort dingen zien, dan leren we dit ook herkennen. Zeg maar, ik herken het onder andere omdat ik heel veel openbaringen aan het lezen ben. En dat wil ik ook echt mensen op het hart drukken van, lees het echt. Want deze tijd, dit is de tijd waar we nu in leven. Dit gebeurt al. Deze video is volgens mij al 4 jaar geleden is die online gezet. Deze video. Dus toen werd er al over gesproken, voor gewaarschuwd. En mensen van, zijn op de dag van vandaag er nog steeds niet bewust van. En wij als christenen zijn, we moeten hier echt bewust van zijn dat dit gaande is en ons gaan voorbereiden, want we weten niet wanneer Jezus terugkomt. En ik weet niet hoeveel mensen die dit kijken, die hiermee bezig zijn, die deze dingen ook zien, maar ook weten wat ze moeten doen en sterk in het woord zijn. Want we moeten ons voorbereiden. God zegt dat we waakzaam moeten zijn, dat we moeten, want, en dat hij voor de deur staat. En dat wij klaar moeten zijn voor het moment dat hij terugkomt. Ik denk dat iedereen bij zich na moet gaan van, zijn wij klaar als Jezus morgen terugkomt? Want het kan zomaar, hij kan zomaar terugkomen. Want je kan je afvragen met dit, en dat zegt hij ook in het filmpje, van, je kan je afvragen, wanneer komt Jezus terug als we al deze dingen zien? Van, we weten het niet. Maar God heeft ons wel opgedragen om ons voor te bereiden. En hierover te waken en op te letten en in zijn woord te zijn. But you young people coming up and you want to start a family, you want to have children, you know. You got all your life in front of you, by the grace of God. And to hear about something over here that they can produce, 1 gram of it has the potential of 4 atomic bombs. Boy, if somebody got a hold of that, you talk about blackmailing a whole nation. Nou, zoals je hier ziet, dit is wat Stephen Hawking gezegd heeft. Hij zegt hier, ik ben een, ik geloof niet, ik ben atheïst, maar deze Hadron Collider of deze versneller zou eventueel een opening kunnen zijn of een poort naar de hel. Dat is wat hij gezegd heeft en hij gelooft niet. En hij zegt dit wel, dus dat zegt heel veel. I hate to be the bearer of bad news, but I'm going to tell you this morning what I really believe. I really do believe this. I believe that all the peace and prosperity and joy, as far as this world is concerned, that you've enjoyed, enjoy it. Because I don't think things are going to get any better. I believe they're going to get worse. And I believe we're just beginning to see the beginning of it. And I believe that, I believe you're seeing. Herman Wouk wrote a book. He was a Jew. He wrote a book entitled The Winds of War. And what that means is that before a war actually breaks out, with physical shooting, it's already broken out in philosophy. It's already broken out in a lot of different ways. Wat hij hier zegt, hij zegt van dat deze man denkt van dat al het goede wat geweest is, dat het vanaf dit moment niet per se meer beter gaat worden, maar alleen maar slechter gaat worden. En hij zegt ook van, in het filmpje zie je dus de oorlog, hij zegt ook van, er is een oorlog komende, dat weten we als we openbaringen hadden, hebben gelezen en gestudeerd hebben, dan weten we dat er een oorlog komt, een eindoorlog, het einde voordat Jezus terugkomt. Maar hij zegt hier ook van, vaak voordat deze oorlog begint, is er spiritueel al heel veel oorlog gaande. En, dat is, en zijn er vele dingen die zich voordoen, chaos, aardbevingen, dat soort dingen. Dat gaat er vaak al aan vooraf. En dat zijn voor ons tekenen van de onrust
die wij op dit moment meemaken na de onrust die uiteindelijk gekomen is door de eindoorlog. Countries are building up their armament and so forth. Well, that's happening right now. It's happening right now. And that war is soon to come. There's going to come an Armageddon. There's coming an apocalypse. I hope you're ready. I hope you're ready. I hope you are. I hope you're ready to meet the Lord. I hope you're ready. My biggest fear of this place over here is not them blowing up the world. Although, you know, the Lord's going to make the decision about that. Here's what I worry about coming out of that place. Is all this spirit deception, using it to deceive people. That connects spirituality and science together. Imagine what kind of a union that would have. Ja, wat hij zegt, hij zegt ook van, als je nu ziet naar de landen, ik bedoel van, kijk naar de Europese Unie, Rusland en Oekraïne, die zijn nu, hebben nu oorlog. China die zich aan het voorbereiden is, die zijn leger continu aan het uitbreiden is. Kijk naar Europa, die zegt van, oh, Rusland is Oekraïne binnengevallen, wij moeten ook weer allemaal wapens en ons leger gaan uitbreiden. Dus iedereen is bezig met zichzelf bevoorraden, zelf hun leger weer in orde krijgen, weer nieuwe wapens maken, nieuwe wapens binnenhalen. Dat zijn allemaal al tekenen dat er voorbereid wordt op een oorlog. En ja, wat hij hier ook zegt, van, hij zegt dat spiritualiteit en wetenschap op dit moment samenkomen. En spiritualiteit bedoelen ze dan mee de New Age. En wetenschap worden samengevoegd. Maar wat ze uit beeld laten of wat ze niet meenemen is God. Want God is eigenlijk de enigste manier. Dus ze proberen hiermee onder andere God buitenspel te zetten. Wat natuurlijk nooit lukt, want het is Gods wil. En hij maakt zich ook zorgen om de ideeën en de misleiding van vele mensen. Want er is een misleiding gaande voor vele mensen die verkeerde denkwijzes krijgen. Die verkeerde leren binnenkrijgen. Die niet voorbereid zijn op wat komen gaat. En die denken van, oh, het komt allemaal wel goed. Dat ga ik niet meer meemaken. Misschien denken. Misschien ook denken van, ik ben nu toch al 70 bewijzen van. Of ik ben 80. Ik denk dat ik het toch niet meer meemaak. Ik hoef er niks meer aan te doen. Maar zo werkt het niet. En, science and spirituality. Not Christ. But science and spirituality. Join together. Man, they've got what they want when that happens. How many of you know the Lord Jesus this morning? Or even so, come Lord Jesus. Now folks, I've only had 3 or 4 days to deal with this. I've gotten some stuff in here that I need to go deeper into and look at a little further, because there's some stuff going on here that literally blows my mind. But what I've given out to you this morning is just skimming the surface about what's happening in CERN, Switzerland. Some of you may know a whole lot more about some of this stuff than I do. But if you do, you should be alarmed. Because what I've told you the truth. Folks, this is not hypothetical. If I understand correctly, no more than a handful of matter was used to blow up Hiroshima and Nagasaki. They released the potential in that and blew it up. If I understand it correctly. And that 1 gram of antimatter is 4 times more powerful than what blew up Nagasaki and Hiroshima. You don't want that in the hands of the wrong person. Father, in Jesus' name, I ask you to use what I've said, Lord, for the glory of God. There may be somebody sitting in this house this morning that's awake now. They've wakened up. They're alarmed. And they're worried. And they're thinking, my goodness, if half of what that preacher said is true, that's enough to stir thee. And do something about it. In Jesus' name, and for Jesus' sake, amen. Ja, wat hij hier ook zegt, hij zegt dit is een alarmfase, of dit is een moment voor mensen om wakker te worden van de dingen die op dit moment gebeuren. Dus ik hoop ook voor de mensen die kijken dat dit jullie wakker schudt en dat jullie echt de Bijbel gaan lezen, Openbaringen, en de Heilige Geest gaan opzoeken, vragen voor het oog van onderscheiding, zodat je niet misleid gaat worden door de leugens die de duivel over de aarde verspreidt. Dat je niet verkeerde leren gaat aannemen en dat je echt dichter bij God gaat komen. Want God is de enige manier die hier ons van kan verlossen.
En die ons hiertegen kan beschermen, maar dan moet je het ook zelf willen. En het zelf opzoeken. Dus dat was het filmpje. Ik wil je bedanken voor het kijken.